als dit een boerwedstrijd was, zou je absoluut winnen. Ik ben Casey. Kikkie, Matt. Kikkie. Of hier noemen ze me Kitten. Ik ben niet helemaal van deze oude, kak opgedrukte theedrinken situatie. Oh nee? Dat zou je niet zeggen met zulke laarzen. Ik moet dit doen. Ik heb hier vier generappies zitten, snap je? Ik heb mijn mams, mijn grootmams, mijn overgrootmams. Oh, haar noemen we mammams. Is zij niet eigenlijk je mammams mam? Dames. Mevrouw, ik vertelde Casey net over mijn fantastische reis naar Afrika om putten te bouwen voor schoon water in de plaatselijke dorpjes. Oh, jij bent een engelkitten. Is die jonge dame... Ze heeft kauwgom. Jonge dame, herkauwen doe je maar in de koeienstal. Ligt het aan mij of werd je ineens helemaal super beschaafd, yo? Als ik meewerk, krijg ik een auto van mijn ma, dus ik moet het dametje uithangen. Snap je wel? Ja, ik snap je. Ja, ik snap je. Ik snap het. Sorry, ik moet even daar naartoe. Oké. Yo, mams. Ik bedoel, moeder. Onze missie heeft te maken met die thee-erfgenamen. Zie je die diamanten ketting om haar nek? We moeten vast een diefstal stoppen. Wauw, het lijkt wel alsof jij mijn e-mails kunt lezen. Gladys wil dat we haar heel goed in de gaten houden. Kijk naar haar stijl en cachet. Hoe zij haar theekopje vasthoudt. Echt waar, dat is een perfect pinkie. En waarom zou ik dat belangrijk vinden? Was ik de rest van de e-mail vergeten? Gladys zei dat jij Miss Debutant moet worden. Wacht, wat? Waarom? Waarom? Wie weet waarom? Weet ik waarom? Ik weet niet waarom. Maar ik weet wel dat ik moet doen wat me gezegd wordt. Maar mam, je wil dus echt dat ik die verkiezing win? Ach, een tweede plaats is vast ook goed genoeg. We maken een reverence en een reverence en een reverence. Of sommigen dan. Sommigen lijken wel een dronken flamingo. Dus denk eraan, dames, als je droomt van de perfecte reverence, mijn DVD. De perfecte reverence is te koop beneden in de lobby. Kerstgaarne. Kerstgaarne. Heb je ooit zoveel plezier gehad? Ik bedoel... Op een missie? Ja, echt waanzinnig. Ik heb een idee hoe ik die titel kan winnen. Kom erop, liefje. Ik sta voor je klaar. Oké, als ik wil winnen, heb ik iemand nodig die echt goed is. Je weet wel, met haar, make-up, kleding. Nou, dat hoef je me geen twee keer te vragen. Ja, ik wil het niet eens één keer vragen. Ze bedoelt denk ik mij. Mam, goed hè, dat Marissa hier zo supersnel kon komen. Nou, inderdaad. Wat kon ze hier doen? Nou, ze is mijn glamour team. Wie kan me nou beter omtoveren van bla naar ah? Oh, weet ik veel. Misschien je ma? Hoe kon je haar nou uitnodigen? Oh, dank u, mevrouw Cooper. En ik vroeg me nog wel af of die drie bussen, twee treinen en die kilometerrennen het wel waard waren. Ik ga de rest van mijn spullen wel even pakken. Blijf maar staan. Ik doe het zelf wel. Casey, wat is jouw probleem? Wat is mijn probleem? Wat is jouw probleem? Onze cover is moeder en dochter. Niet moeder, dochter en een vriendin van jou die hier niet thuis hoort, maar toch opgedoken is. Mam, relax, oké? Voor zover Marissa weet, is dit gewoon een debutante ding waar ik heen moest van jou. Oké? Maar wij weten hoe het zit. Nou, één van ons dan.